Nijmegen gaat een grote rol spelen in de strijd tegen prostaatkanker. Het Belgische MDX Health heeft een laboratorium geopend op de Noviotech Campus. In het lab kan op een nieuwe manier onderzoek gedaan worden naar deze vorm van kanker. Uit urinestaaltjes kan gekeken worden of iemand de ziekte heeft en in welke vorm. Tot nu toe kon dat alleen via een pijnlijke en regelmatige controle die ook nog eens minder nauwkeurig is. Ja, het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling van moleculaire testen voor het aantonen van prostaatkanker, blaaskanker en nierkanker. En wij verkopen deze testen rechtstreeks aan de urologen. Nou, op deze locatie hebben wij dus een laboratorium ontwikkeld. Het is ons centraal laboratorium voor het uitvoeren van alle testen die verkocht worden over heel Europa. We hebben aan de huidige diagnostiek, dat is de serum PSA-test, hebben we een urinetest toegevoegd, waardoor we veel nauwkeuriger kunnen voorspellen of een patiënt echt vervolgdiagnostiek door middel van biopten nodig heeft. In getallen, dat betekent dat ongeveer 50% van alle biopten niet langer nodig zijn. En dat kan met een gerust hart. Dat wil zeggen, die patiënten gaan terug naar de huisarts en de kans dat we echt wat gemist hebben is enorm klein.